Aan de Entrepôthaven ligt Krukjes Eiland. Krukjes wordt momenteel getransformeerd van een industrieel gebied naar een woon- en werkgebied. Kavel 1.3 is onderdeel van Krukjes Eiland en bestaat uit 4 L-vormige gebouwen. Deze gebouwen staan 2 aan 2 aan de gemeenschappelijke binnentuin geprojecteerd. Op de onderste laag bevinden zich de stadswoningen, begaande grond en eerste verdieping en daarnaast zijn er ook commerciële ruimtes in de plint. Daarboven zijn de appartementen gelegen en op de bovenste 2 lagen bevinden zich de penthouses. De gevels beginnen beneden aan stenenachtig en worden steeds lichter naar boven toe en culmineren in die sheddaken. Het zijn champagnekleurige aluminiumkozijnen met hele grote glasvlakken. De expressiviteit van het gebouw ligt vooral in de balkonzone, kleine glazenwasbalkons en grotere balkons. En dan loopt het door met lichte materialen naar de daken en daar zitten die sheddaken bovenop, die echt een referentie hebben naar de oude industriegebouwen hier. De gevels zijn ontworpen met ontzettend veel glas. Dat doen we om heel veel licht binnen te krijgen, maar ook zodat bijna elke woning uitzicht heeft op de haven achter mij. De gevel ziet er vrij simpel uit, maar er zitten bijvoorbeeld vleermuiskasten in. De ventilatieroosters zijn mooi weggewerkt. De zonwering in de sheddaken is mooi weggewerkt. En zo is de gevel eigenlijk veel slimmer dan alleen maar het beeld wat je direct ziet. Het gebouw is ontzettend mooi uitgevoerd ook en dat komt omdat we samen met de aannemers en de onderaannemers vanaf de eerste ontwerpschetsen met elkaar aan tafel hebben gezeten om te kijken hoe de ideeën die wij hebben goed maakbaar en uitvoerbaar zijn en dan wordt het ook hartstikke mooi. Alves was een van de eerste bewoners van Krukjes Eiland. We hebben de gehele ontwikkeling op de voet gevolgd. Dat maakt het extra bijzonder, want we zitten niet altijd met ons kantoor in de gebiedsontwikkeling en we genieten nog elke dag van deze mooie plek.